President Santokki heeft in zijn rol als CARICOM-voorzitter samen met zijn collega's uit de regio een krans gelegd bij het monument van de vliegramp van 6 oktober 1976 op Barbados. Dit deed hij afgelopen dinsdag tijdens zijn bezoek aan het eiland vanwege de 8e CARICOM-Cuba Summit. Op 6 oktober 1976 is de Cubana de Afición vlucht 455, een Cubaanse vlucht, van Barbados naar Jamaica neergehaald door een terroristische bomaanslag. Bij de afsluiting van de CARICOM-Cuba Summit heeft president Santokki in zijn rol als CARICOM-voorzitter een toast uitgebracht, waarbij hij heeft aangegeven uit te kijken naar eenheid, welvaart, samenwerking en goede ontwikkeling van de lidlanden van de CARICOM. Ook mocht president Santokki tijdens dit bezoek aan Barbados het boek van premier Ralph Gonsalves met als titel A Time of Respire in ontvangst nemen.